Zo, daar zijn we dan in het Ramadan Hotel in New York. Wegens het uitvallen van de vlucht naar Atlanta. Eentje om 6 uur, eentje om 7 uur. En die van 12 uur die ging ook niet meer door. Op zich zijn we helemaal kapot, zoals je kunt zien. Maar we hebben een mooie hotelkamer. En daar kunnen we nog even mooi tot 6 uur verblijven. Want dan bellen ze ons weer op. En om 9 uur vliegen we dan naar Atlanta. Triste. Voor de derde keer bij G24, voor de 60ste keer vragen of onze vlucht wel doorgaat. Dus ondertussen maar even een heerlijk medium bakje koffie. Dat ik denk van hoe krijg ik dit ooit op. Maar dit is hem, de medium koffie. Belachelijk. Biertje mee? Ja, we moeten even vragen aan Bill wat hij met eten in gedachten heeft. Ja, dat wordt nog een avondje later. Ja, nu ben ik er echt niet. Weet je, die ketten, die is ook wel even beschaafd. Die idioot. We had a great time. You just stay one night, is that right? Yeah. They couldn't wait to get back to me. We only had a week to travel to New Orleans and go back, and we made a little round trip, so it didn't fit in a